ga de kou in. Kermisklanten, ander idee. Jij had ook een idee? Ja, ik dacht ook een soort artiesten. Waar zie je dat dan? Die ene man die heeft echt zo'n artiestenfiguur met die jas. Met die jas? En die, ja, het hele gezicht. Ja. En die andere man ook wel. En met die eigenaardige handen. Ah, eigenaardige handen. Die jonge man heeft eigenaardige handen. Ja. Wat vinden jullie van die handen? Van die wat is er met die hand? Wat ja, vind je ervan? Misvormd. Misvormd, ja. De schilder die dit maakte, die had een aangeboren hartkwaal. En dan heeft hij een moeilijke bloedsomloop. En dan zie je dat in zijn vingertoppen en aan de kleur van zijn nagels. Begrijp je? Die zwellen wat op en die worden wat blauw. Zeg, in welke hand heeft hij zijn penseel? In de linker. In de linker. Ja. Ben je er zeker van? Ja. Ja, nou, vraag het maar even. Daar ben ik zeker van, ja. Ja, oké. Waar kijken ze naar? Naar ons. In een spiegel. Hoe kom je op dat idee? Een zelfportret? Omdat ze hier recht aankijken. Ah, en van wie is het zelfportret? Van de linker of van de rechter? Wat denk jij? Ik dacht ook van de linker, omdat hij eigenlijk vast had. Ja, die heeft de kwast in zijn hand. En wie is dan die andere man? Die linker die maakt dus zijn eigen zelfportret. En wie is die andere man? Ja, zijn vader dacht ik. Zijn vader, waarom denk je dat? Ja, ze lijken wel een klein beetje op elkaar. Ze lijken er wel een beetje op elkaar. De oren? Ja. Ja? En wat nog meer? Kun je nog meer zien waar ze op elkaar lijken? Ja, de wenkbrauwen. Wenkbrauwen? Dit is de schilder Dick Ket. Een man die in Arnhem op de kunstacademie was geweest. Die veel vrienden in Arnhem had en die daarom ook heel erg in het Arnhems Museum hoort. De schilder Dick Ket overleden in 1940 op zijn 38ste jaar. Het dubbelportret van zichzelf en van zijn vader. Het stond op de ezel toen Dick Ket in 1940 op zijn 38ste jaar overleed. Daarom is het ook niet klaargekomen. Je ziet dat rechts. Die flesjes, zie je dat? Vader was van beroep apotheker. Ik ben dus een nakomeling van de familie Kuik die u hier op dit schilderij ziet. Dat kleine jongetje daar is mijn grootvader. Hij was op dit schilderij 14 jaar en toen hij 50 was, is hij getrouwd met een meisje van 20, wat waarschijnlijk in die tijd dus een zeer hip huwelijk was. Uit het huwelijk is mijn vader geboren en ik ben de jongste zoon van mijn vader. En men zegt dat ook ik wel een beetje de uitdrukking van deze gezichten heb. De schilder die zit dus op de hoek met zijn schilderstok en die was directeur van kunstoefening in Arnhem. Dit schilderij is altijd in onze familie geweest, maar had de moeilijkheid dat de maten nog niet altijd pasten met de muurvlaktes die er waren. En zodoende is het uiteindelijk geschonken aan het museum. En komen wij af en toe eens kijken om onze familie te begroeten.
Die schoenen en, zijn boterhammen. Die schoenen. Die schoenen zijn met een spijkertje. Ik vind de kast ook mooi. Nee, die kast. Wat vind je mooi? Nou, omdat het over mooie dingetjes heen staan en dat die zo leuk is. En waarom vind jij het bed dan mooi? Omdat het gordijntje voor zit, dan kun je de kleden als je moed niet is. Ik vind die kast met die lakens mooi. Is een linnenkast. Nou, dan een linnenkast. Wat vind je mooi? En een petje, babybessen. Maar ik vind het poesje en het muisje zo leuk. Omdat de meisje loopt en het poesje zit er achteraan. En wat vind jij het gekst? Het gekst vind ik... Dat vrouwtje. De poppetjes. Ja. Een beetje raar gekleed. Maar zo was het vroeger. Daar kunnen ze niks aan doen. En dat belletje. En het vaasje. Het voeten... Dat vind ik gek, dat erin staat. Daarachter vind ik een mooie kast. Ja. Ja, dat is iets groter, hè? Ja. Karton. Deze. En daar dan die messen, wat zijn dat? Zijn het messen? Nee, toch? Nee, dat is een spier, hè? En wat dacht je met die gaten erin? Daar ging het touw zo in. Dus nee, dit is van vissen. Zinkers van visnetten. Want je had kurken, die waren precies zo aan die dreven en dat zonk op de bodem. Weet je wat ik dacht? Dat er een touw doorheen ging en dat ze daarmee vochten. Dat ze niet nee, steken, ik geloof het niet hoor. Gevochten is er natuurlijk ook altijd. Ja, altijd. Helaas. Ja. Nee, dat is meen ik van visnetten hoor. Ja, dat kan best. Daar heb ik nooit van gehoord. Ja, want ik heb daar zoiets in het steen en in het kurken. Dat is heel oud. Maar hoe maken ze zo mooi die ronde gaatjes erin, hè? Als wij schuren uren. Ja, en met zo... touw geloof ik, hè? Toch met touw? Ja, en een houtje en een touw heb ik thuis gezien. Ik weet verder ook. Mensen hadden ook meer tijd, hè? Dat werd alles maar geduld hadden ze geduld. Dat ging maar door. En wat zijn dat grafstenen nu? Dat blijkt iets van een bouwwerk. Ja, weet ik niet. Het kan een grafsteen zijn. En die mensen werden zo in het graf gelegd zonder kist of iets dergelijks. Nou, dat verschilt ook van tijd. Ja, dat weten ze misschien. De ene keer lagen ze in hurkhouding, de ene keer op de rug. De andere keer zijn ze gecremeerd. Hè. Dan blijft er niets anders over als een paar botjes. En soms zijn ze helemaal zonder uiterlijk vertoon begraven. Vind je helemaal niets meer terug. Nee. Ik heb wel eens gelezen dat ze dan met het gezicht naar het oosten... Er waren geloof ik ook nog verschillende... Er zijn ook culturen waar het verschil is, dat ze wel dat de vrouwen met het gezicht naar de ene kant worden begraven en aan de andere kant. Deze is een schatten. Dan heeft hij hier, dat is ook heel grappig, dat is een ovale bak, gedraaid uit een cilinder, de bodem eruit gesneden, plat gedrukt, nieuwe bodem eronder. Hè? Dat is ook een techniek. En deze is erg leuk, dit is een geval, dat is helemaal uit windsels gemaakt. Dat is eigenlijk een oude techniek, die ken jij ook wel uit primitieve gemeenschappen. Je hebt namelijk culturen waar men de draaischijf niet kent. Daar bouwt men eigenlijk keramiek uit, op uit een soort pieren. He, dat zijn rolletjes klei die uitgerold worden en daarna in een soort een radiaal opgebouwd worden tot een geheel. Dat is die staven. En hij heeft een variant aangebracht. Hij heeft ze namelijk eerst nog met de deegroller dun gewalst. Mm. Oh ja. En toen werden het dus rollen die ook rond eindigden. En dan hebben we ook nog gekocht dat ding. Die, die,
die. Deze. Dit is dus een afwijkend grapje. Dit is een ding waar je niks anders mee kunt doen dan het uit elkaar halen en uit elkaar zetten. Dit is porselein en metaal of zo. Dit is ook steengoed, heel hoge stookmateriaal. Je hoort het. Ja, dat kan. Dat kan het best hebben. Je kunt dus die dingen verzetten. Ja, ik kan het me nog wel anders denken. Je kan ze dus in andere standen. Ja. Je kunt ze onderling verwisselen. Heeft Van Loon ook in de tentoonstelling bij ons verkocht? Ja, voor bijna 8000 euro. Enig idee wat dat voor mensen waren die het kochten? Bijna allemaal van buiten. Nou, nee. Het waren voornamelijk mensen van buiten Arnhem, maar uit de Arnhemmers jongeren, want er zaten geen telefoons. Kon ze niet bellen. Mm. Dus mensen op kamers en die dat toch. Uit de spijkerbuurt. Mensen die dan toch kennelijk het ervoor over hebben om hier een stuk te kopen van 500 gulden. Dit gaan we boven neerzetten. Ja, terwijl we dus voorheen vaak een keuze maakten op zuiver esthetische aspecten, is er hierbij dus, is deze specifieke keuze dus ook het gevolg van didactische ja. Je kunt hier namelijk een speciale opstelling voor maken boven. Om te laten zien wat er allemaal met de keramiek. Boven komt dus het algemene Nederlandse kunstnijverzet en die eindigt met hedendaags. Mm-hmm. Als je een groep hebt met verschillende soorten voorwerpen, kun je ook door die clustervorming kun je dus zo'n man beter tonen dan wanneer je dus één of twee losse voorwerpen aanschaft. Ja. Wat ziet u nog meer? Rare vingers. Rare vingers. Ziekelijk. En dat is wie? Ziekelijk. En wat voor soort ziekte denkt u? Geestesziek. Denkt u? En u? Denkt u dat ook? Gewrichten. Ja. Wat bijvoorbeeld, wat vindt u van hedendaagse kunst? Of misschien kan ik beter vragen. Hebt u, dat wil ik graag horen, wat voor beeld u hebt van hedendaagse kunstenaars? Maar als u praat over de nieuwe kunst, dan begrijp ik eerlijk waar, daar begrijp ik helemaal niks van. Ja. Echt niet. Hebt u ook een voorstelling van het manier waarop een moderne kunstenaar leeft, waarop die bestaat? Hoe denkt u dat die leeft? Nou, heel lief is een kunstenaar, dat is een plastiek werkster, die zit in het huisje bij Sonsbeek. Ja. Dat is een vrouw van een docent van een of andere school hier, in een college, en die zat daar te boetseren, dat maakt die plastiek. Ja. Nou, ik vind het, ik neem een petje ervoor af voor het geduld en voor de vakmanschap waar men mee bezig is. Dat vind ik grandioos. Men neemt er de tijd gewoon voor. Ja. U hebt dat gehoord van de contra gevraagd. Hebt u daar een mening over? Vindt u dit juist dat er is? Dat is verkapte bijstand ergens, hè. Ik neem aan dat er ook misbruik van gemaakt kan worden. In de welke zin, want ze moeten het inleveren bij een deskundige commissie. Hedendaagse kunstenaars die krijgen dan een bepaalde ondersteuning. En daarvoor moeten ze een bepaald werkstuk inleveren. Ja, dat is zo. Want ik geloof dat het eigenlijk meer daarop gegrond is dat ze toch wat in moeten leveren. En daarom, ik zie er geen kop en staart aan, want ze moeten wat inleveren. En als ze nou inspiratie hebben of niet, ik weet het niet. Als u nou, ik wou het nog eens anders aan u vragen. Hè? Stel nou, u werkt hier in het museum, hè? U, dus nu eens een keer ik niet, u. En u bijvoorbeeld staat in de zaal bij Moderne Kunst, hè? En u ziet er zelf niks in, maar het is uw werk. En nou komt er publiek op u af en die zegt, nou, schande zeg voor de belastingcenten die daar weer aan besteed worden. Hoe zou u daar reageren? Nou, ik geloof dat ik ze zou vragen wat ze erin zouden zien. En als ze dan zouden zeggen van, nou dat en dat zie ik erin, dan zou ik zeggen, ja, nou dat heb je goed gedraaid. Dus je ziet het toch ook wel. Je moet het gewoon verkopen, geloof ik. Ja.
U bent er al echt in geweten over bezig, nou. Dit is een diplomatenantwoord. Ik zou hier niet gaan werken dan.